Een 24-jarige vrouw is afgelopen zomer gezellig uit op het plein in Den Haag. In café Barlow heeft ze een gezellige tijd. En ze betaalt wat drankjes door middel van de PIN. Nou, grote kans dat daar haar code is afgekeken. En vervolgens haar pas is gestolen. Want tien minuten na die PIN-transactie van de mevrouw in dat café op het plein. staan deze twee mannen met dezelfde pas te pinnen in de Wagenstraat, ze halen een flink bedrag van de rekening. Eén van hen doet de transactie, maar de ander hoort er heel duidelijk bij. Hem zien we ook op het beeld van een camera in de pinautomaat ernaast. Wie zijn deze mannen die pinnen met een gestolen pas? Waar verblijven ze? Als u het weet, dan kunt u een van de bekende nummers bellen.